9 start-ups die de Global Challenges van deze tijd aanpakken. Dit zijn de Haagse Vernieuwers. Het gaat altijd over impact, altijd over hoe je een verandering, een verschil kan maken in de leven van anderen. En dat vind ik echt belangrijk, van kinds af. Ik dacht altijd, weet je, je moet liefde leven. En om liefde te leven moet je ook actie doen. Er is een kloof tussen de Nederlanders en de vluchtelingen en expats. Er zijn best wel veel expats die zich bezighouden met die vluchtelingencrisis, maar de Nederlanders weten niet hoe ze daarmee in contact kunnen komen. Meestal vragen we, oh ja, die vluchtelingen komen en ze nemen zoveel van ons, maar ze hebben ook best wel veel aan te bieden. Ons project heet Smeltkroes. We willen dus een cateringbedrijf opstarten die dus de skills van vluchtelingen gebruikt om authentieke eten te maken. En dus Nederlanders de mogelijkheid te geven om dat te proberen, om hun cultuur te ervaren. Food makes me so happy, it makes me want to dance and praise. That's a start for Holland's Got Talent. Ik vind dat Den Haag best wel veel doet voor entrepreneurs en voor start-ups met hun verschillende impact city projecten, maar ook dat ze daadwerkelijk openstaan om een nieuwe innovative district te worden. Jullie moeten voor het project Smeltkroes stemmen, omdat wij een verschil willen maken en gaan maken in de levens van vluchtelingen, maar ook in de levens van Nederlanders. We gaan dat doen door middel van lekkere eten, because yes, en we gaan dat doen door middel van mensen samenbrengen. Smeltkroes! Smeltkroes!